Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe receptvideo. Ik ben Betty en vandaag gaan we een Malteser taart maken. Maltesers zijn deze kleine chocolade, ja, snoepjes eigenlijk. Het zijn balletjes. Omhulsel bestaat uit chocola en daarbinnenin vind je echt een soort luchtig, maar ook wel weer krokant koekje, denk ik. Maar ze zijn in ieder geval onwijs lekker. Maar goed, maar met deze leuke chocoladeballetjes gaan we dus vandaag een hele mooie, lekkere guilty pleasure chocoladetaart maken. Een echte Malteser taart. Hij hoeft niet gebakken te worden. Het is simpelweg even mengen en in de koelkast stoppen. Dus dat gaan we doen. Nou, wat hebben we nodig om deze Malteser taart te maken? Dat zijn dus in ieder geval Maltesers. Lekker een hele hoop voor de bodem. Een beetje boter om het bij elkaar te houden. Gesmolten chocolade. Dus hier heb ik chocoladedruppels in zitten. Eidooiers, suiker, melk en stroop. En ter decoratie slagroom en nog een beetje extra Maltesers. En we maken de taart in deze kleine vorm met een uitneembare bodem. Lage taartvorm. Dan gaan we de boter smelten. Als eerste gaan we de bodem maken van de taart. We gaan de Maltesers in de foodprocessor. Volgens mij is dit een beetje de consistency die we moeten hebben. Nou, vervolgens scheppen we de Maltesers door de afgekoelde boter. Meng het even kort door elkaar heen. En dan stort je thuis een taartbodem vorm. En vorm meteen even een opstaand randje. Waar je alles goed in vastdrukt. Zo. En die laten we nu even opstijven in de koelkast. Nu gaan we de vulling van de taart maken. En daarvoor gaan we de melk met de dooiers verwarmen. Heet de suiker niet. En de stroop. En de chocola. De chocolade is een heel klein beetje gaan stollen, niet te lang. En dan wrijven we hem zo uit over de Malteser taart. En dan zet je hem weer in de koelkast om verder op te stijven. Nou, dat is hem dan. De Malteser taart. En hij ziet er echt zo heerlijk uit. Het binnenste, de chocoladelaag, is echt zo'n beetje zo'n fudgy, karamel, zacht, / moes. Zo ziet het eruit in ieder geval. Nu gaan we hem wel even proeven. Dan vroegen jullie je misschien al af waarom ik de slagroom niet zoete. De bodem bestaat natuurlijk helemaal uit Maltesers. Dus die is al heel zoet. En die slagroom geeft precies genoeg gas terug, zou ik maar zeggen, tegen het ultra zoete. Waardoor het eigenlijk gewoon een hele lekkere uitgebalanceerde taart wordt. Dit is echt een aanrader. Als je echt dol bent op Maltesers, dan moet je deze taart een keertje maken.
En zoals je dus hebt gezien, het is helemaal niet moeilijk om te maken. Maar goed, als je dus nog meer van dit soort makkelijke kookvideo's wil zien, laat het me weten. Doe in ieder geval hier beneden een duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doeg!